Ja, leuk dat je kijkt naar deze, dit interview met een special guest vandaag, Angela Schijf. Welkom. Dank u. Het is gelukt, je bent er. Ja, met heel veel vreugde en plezier. Ja, je bent begonnen en je hebt muziek meegenomen en een bal. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Waarom de bal is het waard om even te tonen natuurlijk. Ja. Het is wel een beetje een vreugdevolle bal. Een blije bal. De blije bal. Nee, ik had het beloofd eigenlijk toen jij mij vroeg van... vertel eens eventjes wat je wil gaan doen. Ik dacht, ik neem scènes mee en een bal. En waarom die bal? Een bal staat voor mij voor spel, plezier. Op die manier. En ook op wat we hier met woorden en tekst doen in de zaal natuurlijk. En ik heb er eigenlijk geen oefening mee bedacht. Maar iedereen ging er een beetje tegen aantrappen. En dat was precies de bedoeling. Dus als je bijvoorbeeld als je een scènetje moet spelen, dat je heen en weer kan gooien. Kijken of je tekst kent. Of... Bijvoorbeeld. Maar ik heb er niet zoveel mee gedaan. Ik heb het gewoon... Meegenomen. Ik heb het er gewoon laten zijn. Je had ook muziek mee. Ja. Wat heeft dat voor betekenis bij het lesgeven? Ik vind het, wat ik graag wilde was heel erg werken op jezelf te laten inspireren. Want er is natuurlijk helaas geen knop die je in kan drukken en dat je dan de inspiratie tot je kunt laten komen. Hè? Het is niet van ik wil nu inspiratie. Wat je doet is eigenlijk de voorwaarden scheppen om het je te kunnen laten overkomen. Een soort motortje wat aangaat. Ja, de motor moet aan, maar het hart moet ook open. Het is natuurlijk, en voor iedereen is dat ook weer heel erg anders. Iedereen komt op een andere manier tot spelen. En als je dan die voorwaarden wilt scheppen om je ergens goed te voelen of om je ergens... om je te voeden. Muziek kan daar heel, heel krachtig bij werken, vind ik altijd. Dat is toch ook zonder woorden vaak een hele duidelijke sfeerbepaler eigenlijk. En voor jou helpt het? Ja, als jij voor moet mij, spelen, dan zet je muziek op? Of? Voor mij helpt het. Ik ben eigenlijk ook met het voorbereiden van deze les een beetje teruggegaan naar wat heb ik nodig? Wat had ik toen nodig? Vond ik erg leuk en leerzaam voor mezelf ook. Omdat je opeens op een hele andere manier naar je vak gaat kijken. En erover na gaat denken. Omdat je het moet concretiseren. Dat vind ik super moeilijk in het spelen. Omdat je het moet overbrengen aan een groep. Dat je moet nadenken, ja, wat doe ik zelf eigenlijk als actrice? Ja, ik ging eigenlijk op jouw vraag van kom je lesgeven? Ging denken, ja, oké. En wat is het dan wat ik... toen en nu nog steeds gehoord had willen hebben of wat had ik willen doen. En vooral vroeger, ik denk dat het zelfs nog in de tijd van een Discman was, dat ik wel mezelf door de Haarlemmerstraat zag lopen voor een film met muziek op mijn oren, vlak voordat ik een scène ging. Dat hielp mij toen. En ik merk dat het ook vrij maakt. Het is ook heel belangrijk om het lichaam even... Los te maken en het bloed te laten stromen. En als je dan gewoon lekker, weet ik veel, Sarah Blasco is ons nummer. Als je dan even lekker daarop kan dansen, dan is het... Het is eigenlijk om de juiste mindset te creëren om te gaan spelen. En dan heb je die mindset. En toen ging je werken aan scènes. Ja. Ja, ik vond het fijn om aan tekst te werken. En dat was zo leuk wat daaruit kwam, omdat dat is natuurlijk een dialoog, heb ik gedaan. Het ultieme geven en ontvangen, wat ik ook denk dat spelen is. Wat ook weer gebeurt vanuit die focus, vanuit jezelf openstellen en proberen om energie te voelen bij iemand... En dat te manipuleren ook op een ontvankelijk te zijn en dat heen en weer spelen. Ik denk dat alles wel daaruit begint, ja. Dat je mits een goede voorbereiding moet proberen om op het moment dat je een scène ingaat, volledig daar te zijn.
het is eigenlijk een soort... Ik vind het mindful leven altijd heel erg moeilijk. Maar er is niks lekkerders dan mindful spelen. En als je daar eenmaal kan zijn... dan gaat alles makkelijk eigenlijk, ja. Snap je? Zelfs in een scène, want dan sta je ook open om in het nu zijn. Impulsen te ontvangen. Ja, precies. En dat was een dialoog uit Meisje van Plezier? Ja. Ik heb twee scènes uit Meisje van Plezier meegenomen. Een serie die ik heb gemaakt voor Videoland. Dat ging over de liefde natuurlijk, wat anders. En de liefde heeft heel veel verschijningsvormen. En is het dan ook zo dat wat de deelnemers hier gingen die scène spelen, krijg je dan ook heel veel verschillende variaties, omdat mensen op een andere manier interpreteren? Tuurlijk, ik denk dat ook een fijn bewustzijn is als acteur, dat je altijd uniek bent. Alles wat jij doet is uniek en daarmee ontslaan we onszelf ook meteen van de vergelijking met anderen. Die dodelijk kan zijn, denk ik. Wel op de loer ligt, want we zijn ook onzekere wezens natuurlijk. We nemen onszelf mee, ons lichaam, ons geluid. En dat is per definitie goed, denk ik. En uiteindelijk kiest de regisseur natuurlijk wat hij wilt hebben, terwijl je natuurlijk heel veel verschillende dingen kan. Alles kan, alles ligt open, alle mogelijkheden zijn daar. En het hangt ook weer zoveel af van wie er tegenover jou staat. En wil je je laten besmetten door de ander, noem ik dat dan. Dat je echt met elkaar muziek kan gaan maken. Eigenlijk de melodie zoals dat misschien in muziekstuk ook is. Nou ja, bijvoorbeeld, ja. En weet jij nog hoe het voor jou is begonnen? Of waar het voor jou is begonnen? Het spelen, het spelplezier waarvan je dacht, dit is wat ik wil of dit is wat ik ga doen. Is dat op je pad gekomen of ben je het achterna gegaan? Nou, ik moet jou echt een hele grote pluim geven voor het feit dat deze school bestaat. Ik denk dat ongelooflijk belangrijk is voor mensen die denken ik wil wel, maar ik weet niet hoe. Omdat jij het zo toegankelijk maakt om met zo'n grote reeks aan verschillende mensen in aanraking te komen. Ik heb eigenlijk wat jij hier doet, heb ik letterlijk zelf moeten uitvinden. Ik was 20 en ik woonde net in Antwerpen. En ik heb een heel klein stemmetje. En schoorvoetend heb ik Jan de Cler opgebeld. Omdat dat was mijn... En nog steeds, dat is mijn idool, die man. Een fantastisch Vlaams acteur. En ik zei... Dag meneer de Cler, u spreekt met Angela uit Nederland. U kent mij niet, maar ik vind u zo goed. Ik zou graag les van u willen hebben. Dat was een hele simpele vraag. En die lieve, fantastische man die dat helemaal niet had hoeven doen... die zei, ja, ik ga jou les geven. En ik zat vervolgens 3 weken met hem in een... Ja, het was eigenlijk een kelder van zijn zwager. En we werkten aan een Vondel, een Tsjechov en een Shakespeare... En, 1-op-1 met de grote meester. Daar heb ik zoveel van geleerd. Maar daar moest ik dus zelf alles voor uit de kast halen om dat te bewerkstelligen. Dat is heel ondernemend. Dus je hebt een droom, een ambitie, een passie. Je wilt heel graag iets. Maar daar heb je zelf wel de eerste stap voor gezet. Ja, precies. Precies. En zo heb ik dat met meer mensen toen gedaan. Maar hoe fijn is het dat jij eigenlijk de rode loper uitlegt voor... Iedereen die zegt van, goh, ik wil dit. Kan ik toetsen bij jullie of het in mij zit? En kan ik dan van al die smaken iets proeven? Ja, ik denk dat het komt omdat jij bent daar een klassiek voorbeeld van. Je eigen weg bent gegaan. Dus er zijn heel veel mensen die studeren, die werken. Alle leeftijden heb je voor je neus. Ja, dus, vind ik ook heel slim. Ja, het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om 4 jaar lang naar de toneelschool te gaan, naar de middelbare school. Dus je krijgt nu mensen... die voor de klas staan, die in de zorg werken... die nog wel naar de toneelschool willen... die een musical hebben gedaan. Dus je krijgt een soort potpourri van allemaal verschillende mensen voor je neus. Ja, dat werkt ook ontzettend leuk. Wat jij zegt over die verschillende leeftijden... dat is ook in zo'n... acteerles is... acteren aan zich is een heel kwetsbaar iets. Hè? Dat is echt iets... wat gewoon ook iets met je persoonlijkheid doet. Of waar je persoonlijkheid in naar voren laat komen. Je moet als acteur moet je gewoon durven om je wang open te stellen. Ja. Maar je moet ook durven toestaan
dat er naar jou gekeken wordt. Maar hoe spannend is dat dan als je zo jong bent, zoals je net vertelde? Wacht, ik moet nog heel even vertellen over een fantastische moeder van twee volwassen zoons die hier in de les was. En een prachtig persoonlijk advies gaf aan iets wat een jongen van 18 op tafel legde waar hij mee worstelde. Omdat ik even jou een compliment wil geven dat ik dus het zo leuk vind dat die leeftijden, dat het zo verticaal ingericht is, zeg maar. Weet je nog wat het was, wat ze zei? Het ging over angst. Over angst, en dat was dan voor jongen heel erg in de social media omgeving. En daar kwam even, ik stam ook nog uit het heel erg analoge tijdperk. Ik wil er ook nog veel te erg aan vasthouden. Maar dat was gewoon even een heel erg moederlijk ding, wat hij nodig had op dat moment. En toen dacht ik, god, wat tof. En een half uur later staan die mensen dan ook een soort ruziezenne te spelen als twee gelijk. Weet je, want niemand is hetzelfde, maar je bent allemaal gelijk. En dat werd maar eens te meer zo, werd heel erg duidelijk. Duidelijk. Sorry, wat wilde je vragen? Nee, maar dit is een mooie anekdote wat er in deze les gebeurde. Waar ik benieuwd naar was, is dat je zei van, joh, je bent zelf heel jong begonnen, maar in de praktijk meteen. Ja. Dus is dat dan spannender, omdat het meteen een resultaat moet hebben, dan dat je binnen vier muren kan oefenen, kan uitproberen, op je bek kan gaan. Dat lijkt mij best wel spannend. Ja, het grappige toen ik dus bij mijzelf te raden ging, god, wat is dat proces van spelen voor mij? En dat gaat heel erg over het resultaat loslaten. Over de reis die veel belangrijker is dan het doel. Mm-hmm. Over al die stappen daarvoor.